Welkom in het Edmond Machte Stadion in Sint-Jans-Molenbeek voor de topper op deze speeldag in de X-Key League. Dat is de wedstrijd tussen FC Brussels en Sint-Truiden. Wedstrijd die je vanavond live kan volgen op X-Key Sport. Wedstrijd tussen het nummer 1 Sint-Truiden en het nummer 3 in het klassement FC Brussels. Brussels, de thuisclub van vanavond. Dit is de kleedkamer van de thuisploeg met Geoffrey Toy. Flavien Le Postolec, de iPod van Zola Matumona. Durieux hier op de bank en de topscorer bij Brussels, Moussa Sanogo, zit al aan 11 goals in de X-Key League. Dit zijn de 11 waar hij het mee doet vanavond. Olivier Werner, wellicht dus toch Jean-Philippe Charlet op de rechtsachter. Achterin Durieux en Toys op links Adolphe Touwa. In het middenveld Nolvo, Le Postolec, Zola Matumona, Lutula en Joki Poy. Dat zijn de 3 Congolezen op een rij. En voorin de Ivoriaan Moussa Sanogo. Eigenlijk dus hetzelfde elftal als vorige week. De ploeg die vorige week verloor op Lierse met 3-2. Het achterin zwak deed, maar wel goed terugkwam in de tweede helft. Nog 2 keer scoorde. En het Lierse nog knap lastig maakte in het laatste kwartier van die spannende wedstrijd vorige week op het Lisp. Supporters van Brussels en de kleedkamer van STVV. Met keeper Mignolet. Daan Vaze, die wat grieperig was, zei hij voor de wedstrijd. En uiteindelijk verkoos om niet te spelen. Dus geen Daan Vaze in de elf van STVV. Maar wel Mark Wagemakers, die zal op de plaats van Vaze spelen, de rechtsachter dus. Dit is hem, Mark Wagemakers, de rechtsachter van vanavond in de plaats van Vaze, de zieke Vaze. Dit is het elftal van Sint-Truiden. Met dus achterin opnieuw Cantaloupi in de ploeg. Ook opnieuw erbij Giel de Ferm op de linksachter. Voor het overige geen verrassingen natuurlijk. Mark Hendricks die mag nog eens aanvallend zich uitleven vanavond op de linkerflank. Sidi B is de targetman. Zit ook al aan 10 goals dit seizoen in de X-Key League. Achter hem Sébastien Siani. Een beetje Brusselaar die hier in Brussels mag spelen. En Jonathan Wilmé op de rechterflank van Sint-Truiden. En we zijn er klaar voor. We zijn vertrokken zelfs. Postolec. En Siani aan haal. Goed gezien van Sidi B, de Lorge. Siani opnieuw gaat hij uithalen. Mooie actie. Mooie combinatie van STVV met onder meer Sébastien Siani. En deze Peter de Lorge. Goeie bal opnieuw voor Siani. Misverstand tussen Durieux en Le Postolec. Goed van kant veranderd door de Lorge. Heel goed gedaan. De voorzet en Sidi B. Beste kans nog tot nog toe in de wedstrijd. Met Peter de Lorge die het opnieuw heel goed zag. Naar Wilmé. Goeie voorzet. En Sidi B die net iets te kort kwam. Lutula. Het gaat goed op en neer nu. Sanogo met de controle. Sanogo. Wat is hij gevaarlijk, Moussa Sanogo. De paas was van Lutula. Goeie controle, Sanogo met de borst. Maar dan krijgt hij hem niet goed op zijn rechter. Touwa. Rukt mee op. Matumona heeft ruimte. Rechts staat Joki Poy helemaal alleen vrij. Maar bal gaat naar Moussa Sanogo. Goeie tussenkomst van Mignolet. Niet gedaan hoor. Matumona.
Eerste kans dan toch in de tweede helft via Tohua Matumona. Steekbal voor Sanogo. En uitstekende redding van Mignolet. Vrije trap, Adolf Tohua. Goed gedraaid, Matumona. Knap gedaan, maar... ja. Balvoordeel eerst. En toen de fout kwam, gefloten. Tohua intussen met de rechter. Hij moest schieten, Adolf Tohua. Want Sanogo op dat moment in buitenspel. Hier zie je het, Sanogo buitenspel. Dus moet Tohua afdrukken. Wagenmakers. Geen buitenspel. De Ferm. Goeie bal van de Ferm. Hier nog eens. De bedoeling was voorzetten. Maar het werd uiteindelijk nog een gevaarlijke bal op doel van de linksachter van STVV. De Ferm. Hendricks. Het schot! STVV gevaarlijker met onder meer deze Mark Hendricks. Wilmots daar achter de voorzitter van STVV met een muts op. De heer Duchatelet. De Lorge. Goed gezien van hem. Hendricks. En dan onder de bal door Werner. Wagenmakers. Sanogo. Lutura. Sanogo. Schieten. Afgewekt bal was gevaarlijk, maar Mignolet goed plat. Hakje van Lutula en dan Sanogo tussen twee jongens van STVV door en schieten. Zag het gat en maakte er gebruik van. Goed van Pospisil voor Siani. Het schot en de redding van Werner. Siani liep zich goed vrij voorbij Charlet. En dan het schot in de handen van Olivier Werner. Sanogo vroeg de bal, maar Tohua keek er niet naar. En dan Durieux in duel met Pospisil. Gaat hij afmaken, Pospisil. Je zag de twijfel bij Quentin Durieux. Maar Pospisil kon er niet van profiteren. Opnieuw De Lorge met een goede pas. En dan Durieux, die kijkt naar de bal. En daar zie je hem twijfelen. Lutula met de voorzet. Matumona. Matumona, wat een redding van Mignolet. Bijzonder knap gedaan. Dit had de winning goal kunnen zijn. Lutula met een goede pas naar zijn landgenoot. En dan... kap en schieten. Keihard schieten. Wat een redding van Mignolet. We krijgen nog een hoekschop. Voor Brussels. Matumona. Bal weggewerkt. Tohua met het schot. Toys is gevolgd. In één tijd. Lutula. En opnieuw de redding van Mignolet. We krijgen nog een corner. STVV onder druk nu. Net zoals vorige week in de wedstrijd tegen Beveren. Helemaal op het einde van de wedstrijd kregen ze toen nog een goal tegen. Lutula. Tohua. Het schot te hoog van Adolf Tohua. Wat krijgen we er nog bij? 1 minuut extra nu al.
En dan is het nu wel voorbij. 0-0, derde gelijkspel op rij voor Sint-Truiden. En Brussels houdt de titelstrijd spannend in de X-Key League.